hij keert weer terug in de basis bij TV Noordwijk nadat hij voor 3 wedstrijden was geschorst. En kwam deze week ook nog positief in het nieuws omdat Eredivisieclub NEC belangstelling in de aanvaller heeft van VV Noordwijk. De trainer van NEC, Ernst Faber, kent Jaap van Duin nog uit de tijd dat ze allebei bij Jong PSV zaten. Als de bezoekers misschien hier wel de eerste kans krijgen, maar de bal wordt in de verdediging weggewerkt. En zo is er dus een corner voor Zwaluwe. Als de bal weer wordt ingebracht, blijft dan wat hangen en dan is het zomaar 0-1. In de openingsfase van deze wedstrijd is het uiteindelijk Gomez Almeida die graag ook wil horen dat hij de 0-1 heeft gemaakt. De bezoekers dus op voorsprong. En onderschat Zwaluwe niet. Vorig jaar verloren de Noordwijkers thuis nog van Zwaluwe, maar won Noordwijk wel uit met 0-4. Jaap van Duin. Goed naar binnen getrokken door Manaputi. Dan wordt hij uiteindelijk toch een arm op zijn schouder gelegd. Lijkt ook Dogan Cornijen te zeggen. En die wilde graag een penalty voorzien. Maar Noordwijk krijgt hem niet. Noordwijk blijft wel op jacht gaan naar die gelijkmaker. Via Van Duin. Goed doorgespeeld richting Dorothea. Gaat straks op gebied in. Aan wie moet hij hem afleggen? Maar de Poetie krijgt dan misschien nog een kans. Noordwijk is wel gevaarlijk, maar niemand lijkt uiteindelijk de bal op doel te schieten. En zo is deze gevaarlijke situatie ook alweer weg. Noordwijk wel dus op zoek naar de gelijkmaker, maar nog niet heel erg dichtbij geweest. Prima combinatie via Dorothea. En de combinatie is schitterend en Dorothea schiet hem eigenlijk ook best wel prima in. Maar vergeet dan ook niet de redding van niks anders. Ingooi, verre ingooi. Komt uiteindelijk op het hoofd van Jaap van Duin. En ja, wie anders zou je bijna kunnen zeggen. Jaap van Duin dus met de 1-1. Wordt ook prima doorgekopt door Emiel Wendt. En Jaap van Duin dus met de gelijkmaker. Weer zo'n verre ingooi van Manaputi. Als dan niemand ingrijpt, dan doet Dorothea het wel. Maar zijn schot gaat over. Speelt goed Dorothea, maar nog niet gelukkig in de afronding. En Noordwijk blijft jagen. Jagen op zoek naar die 2-1 voorsprong. Als een moment wordt neergehaald en er een penalty wordt gegeven. Protesten zijn er bij Zwaluwe. En de grensrechter lijkt ook iets gezien te hebben. Dus gaat scheidsrechter Kieft even naar de grensrechter toe. En zullen de Noordwijk supporters nog even moeten afwachten of het echt wel een penalty is. Scheidsrechter en grensrechter gaan even met elkaar in conclaaf. De voetballers willen natuurlijk met z'n allen weten wat eruit komt. En het wordt toch geen penalty gegeven. Ja, en nu zijn ze bij Noordwijk natuurlijk weer boos. Maar goed, scheidsrechter bepaalt dus dat het toch geen penalty is. Dorothea ziet Van Duin daar links in het strafgebied vrijstaan. En kan Emiel Wendt daar net zijn voet niet tegenaan zetten. Via Manaputi misschien nog gevaarlijk. Nee, dan is daarmee ook de laatste kans van de eerste helft is daarmee voorbij. En begint Noordwijk in de tweede helft al gelijk weer met een corner. Gonçalves met het schot. Maar geen moeite uiteindelijk voor doelman Sanders. Noordwijk koploper dus van de hoofdklasse. Greep net naast de periodetitel. Die ging naar Rijnvogels. Als Reurink toch van vrij ver afschiet. En zijn doelpoging gaat dan ook naast. Noordwijk dus nu weer trots koploper. En zal het toch graag willen blijven. En ook met 3 punten dan het liefst. Emiel Wendt. Balletje richting Van Duin. Van Duin terug naar Wendt. En binnenkantje paal. Dan zit het ook niet mee. En ook Dorothea schiet uiteindelijk over.
Vooral die kans voor Wendt was redelijk aanwezig. Kreeg de bal dus weer terug van Jaap van Duin. En dan moet het ook wel eens een keertje mee zitten. Goeie bal richting Splinter, die inmiddels is ingevallen, maar die kan de bal net niet aannemen. Anders had hij vrije doortocht richting Sanders. De bal weer naar de rechterkant. Mooie bal richting Emiel Wendt. En als deze had gezeten, had hij een standbeeld verdiend in Noordwijk. Wat een schitterende actie van Emiel Wendt. Had ook wel mooier verdiend. Had ook wel de 2-1 mogen zijn voor de Noordwijkers. Maar nogmaals, dan zit het hem ook niet mee. Zwaluwe dan nog een keertje. Kan het gevaarlijk worden via de spits? Grotenboer is het dan weer Reurink. En zijn schot gaat over. Zwaluwe moet het dus vooral hebben van schot uit de tweede lijn in deze tweede helft. Waar het bij Noordwijk dus echt wel wat gevaarlijker is. Diepe bal weer richting Emiel Wendt. Kan opnieuw worden ingebracht. Bal weer richting Wendt en oh! Die had toch wel mogen zitten. Maar Emiel Wendt zal dat zelf ook weten. Baalt van zijn stekker. En krijgt de bal eigenlijk via het hoofd net op zijn schouder, waardoor de bal overgaat. De grootste kans van deze wedstrijd om op 2-1 voorsprong te komen. In de blessuretijd zitten we dan al. Bal richting Jaap van Duin nog. En nee, die gaat ook niet. Noordwijk mag zichzelf verwijten dat het hier niet gewoon wint van Zwaluwe. Terwijl het op zich best een goede wedstrijd heeft afgeleverd. Ik ben ook wel tevreden. Ik heb gewoon een heel goed team gezien vandaag. We hebben geheerst bijna over 90 minuten. En eigenlijk uit een halve kans maken ze een goal uit een afgeslagen corner. Die dan blijft hangen. Dus ja, het is heel jammer. We hebben de kansen gehad, die hebben we laten liggen. En dat is denk ik het enige dat we onszelf kunnen verwijten vandaag. We hadden een goed spel vandaag. En we wisten dat Saio heet dat met de eerste helft met wind mee natuurlijk druk gingen zetten. Nou, ja, daar konden we ons aardig onderuit voetballen. Helaas kwamen we wel op achterstand. En dan zie je toch dat we gewoon weer het spel oppakken. En uiteindelijk ook via de ingooi van Ray, ik kop hem door. En dat Jaap dan de 1-1 binnen tikt. En dan gaan we natuurlijk op zoek naar de voorsprong. Nou, die kwam helaas de eerste helft nog niet. En in de rust besproken dat we met windje mee volle bak druk gingen zetten. En we kregen kansen genoeg, maar we kregen hem er niet in. Jij zelf ook, met een hakbal was je er dichtbij, met een kopbal was je er dichtbij, nog binnenkant paal. Wat een ongeluk vandaag. Ja, dat is zeker balen. Ja, je hoopt dat hij natuurlijk gaat komen en daar ben je de hele wedstrijd naar op zoek. Ja, en dit keer ook een beetje pech. Welk gevoel blijft dan overheersen na vandaag? Want jullie spelen goed voetbal, maar het blijft 1-1. Bij mij blijft dan toch overheersen dat we gewoon goed gespeeld hebben. Ik vind dat we, als je de kansen niet meer creëert en je bent niet de baas op het veld, dan moet je je zorgen maken. Ja, dit is wel een wedstrijd waarop ik kan zien, we maken ons geen zorgen, want volgende week verliezen ze er wel in. Dus het is zonde, maar als we vanaf nu van iedere wedstrijd winnen, worden we kampioen, want we staan hoe dan ook een punt los. Als spits wil ik natuurlijk een doelpunt maken, dus daar baal ik gewoon van. Maar het spel van ons was vandaag gewoon goed en dat hoor je iedereen ook zeggen nu. We zijn gewoon heer en meester geweest vandaag en die lijn moeten we doortrekken en dan komen de doelpunten vanzelf. En dan gaan we gewoon alle wedstrijden winnen. Ongelooflijk wat er op ons team rust qua arbitrage. Ik snap daar helemaal niks van. Twee overduidelijke penalties, eentje krijgen we zelfs en die wordt teruggedraaid door een grensrechter. Ja, dat zijn de dingen die ik vind vanuit de mensen die mensen aanstellen. Bescherm het mooie voetbal. Dat is een oproep. Ik snap dat gewoon niet. Dat is dan wat we nu ook nog tegen hebben. Maar belangrijk vind ik dat we gewoon goed gespeeld hebben. En dat we hebben laten zien terecht koploper te zijn. Nou, je speelt ook wel tegen een goede ploeg natuurlijk, Svalio. Nou, ik denk dat ze missen wat mensen. Daar zullen ze het ook wel op gooien. Maar dan nog hebben we het hier bepaald en... Helaas. Ja, in principe moeten wij natuurlijk gewoon zorgen dat we overal heer en meester zijn. Omdat wij natuurlijk gewoon de kampioen willen gaan worden. Gewoon elke wedstrijd winnen vanaf nu, toch? Dat is wel de bedoeling, ja. Daar gaan we voor. Succes ermee. Dankjewel. Pieter Vink, Andries Wendt en natuurlijk Ruud Brugge zijn toegetreden tot de technische commissie. Waarom? Nou, omdat dit twee echte clubmensen zijn met heel veel verstand voor voetbal. Voetbal know-how. Hier de hele jeugd doorlopen. In het eerste gevoetbald. Het eerste getraind. Dus ja, ik denk als je zulke mensen tot je technische commissie kan krijgen, dat je dat met twee handen aan moet pakken, die kans. Zijn ze allebei gelijk ja?
Ja, ze zeiden eigenlijk volmondig ja. We hebben Andries Wendt al eerder gepolst, maar ja, altijd getraind hè, bij een club. En we hebben nu gezien van, joh, hij heeft even geen club. Nu pakken we hem gelijk. En hij zei heel enthousiast ja. En dat geldt eigenlijk ook voor Ruud Breuring. Man met pensioen gegaan, veel tijd. En ja, die wil graag zijn tijd in zijn clubje, in ons clubje steken. Terwijl Ruud Breuring misschien lang heeft gezegd van juist, ik wil even het voetbal gedag zeggen. Hij was dus niet moeilijk over te halen. Nee, helemaal niet. Ik denk dat we op een heel goed moment kwamen. Hè. Een nieuwe accommodatie hebben staan. Hij heeft de rust en de vrijheid een beetje terug. Dus ik denk dat het een win-win situatie is, zowel voor Ruud als voor ons. Wat gaan ze precies betekenen voor de club? Nou, Andries zal zich vooral bezig gaan houden met de doorstroom zeg maar, vanuit het tweede elftal naar het eerste elftal. En vanuit de A1. Die zal daar veel wedstrijden gaan bekijken en daar onze advies in gaan geven, jongens gaan begeleiden. En ja, Ruud zal een duizendpoot worden. Veel van zijn ervaring gaan gebruiken om bijvoorbeeld onze trainer van tweede elftal, Leonard van Utrecht, ook een hele eigen jongen met heel veel ambitie, om die te gaan begeleiden in de stappen in zijn trainingscarrière. Wordt Ruud Breuring ook een soort klankbord waar ze tegen kunnen praten met zoveel voetbalervaring als Ruud Breuring heeft? Ja, precies. Ik denk dat je dat heel goed zegt. Deze man kent het klappen van de zweep, heeft de top meegemaakt, zowel als voetballer als trainer. Ook buiten de club gekeken. Ik denk dat dat ook heel erg goed is. En je merkt nu al dat trainers en spelers graag tegen hem aanpraten. En dat hij altijd op zijn Noordwijks met een stukje humor altijd zinnige dingen zegt. Noordwijk TV werd mede mogelijk gemaakt door Regge Fiber van de Meermakelaars en restaurant Heromina.